Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wou vandaag nog even sjouwen. Ik heb een tijdje terug ook een bestelling gedaan op online, op een webshop. En daar heb ik weer heel mooie spullen besteld. Heel veel, zoals dat jullie hier kunnen zien. Twee, zo'n engelenbeeldje. Zo, echt prachtig. Ja, ik vond dat zo mooi en ik dacht echt van dit kan ik hier zo mooi zetten. En hier langs heb ik een prachtige bergkristal. Dat is dus hoe deze prachtige kristal heet. Bergkristal. Zoals dat jullie kunnen zien is het een heel erg zuiver en een pure kristallensoort. Ik heb die hier dus net gezet. En ik voel nu in één keer zoveel rust over mij heen dalen. Nu deze bergkristal hier staat. Het is echt een heel mooi groot stuk. En ik heb natuurlijk ook deze prachtige bergkristal van harte welkom geheten. Ik heb hem even in mijn handen gehouden. Ik heb gezegd: je bent van harte welkom. Ik ben blij dat je er bent. Je mag hier in deze mooie ruimte komen te staan met de andere kristallen en zo. Dus daar ben ik echt wel heel erg blij voor dat die hier is. En dan hier langs zie je mijn nieuwe Sceptre-ei die ik al eens heb voorgesteld in een vorige video. Deze staat hier dus ook nog altijd. Het is een echte beauty. Ik ben ook heel erg blij dat deze er is. Ja, en dan nog iets prachtigs dat ik besteld had. Dat is dus deze mooie elf. Dus daar ben ik ook heel erg blij voor dat die hier is. Ze is echt prachtig. En ze staat hier heel mooi bij mijn plantjes. Dat is ook een hele mooie plant, zoals dat jullie kunnen zien. Deze. Ze groeien ook heel erg snel. Ik ben daar wel heel erg blij voor. En dan hier ook mijn boompje. Dus daar staat deze elf heel erg mooi tussen de plantjes. En ja, ik ben. Zoals dat jullie wel weten, ben ik heel erg met natuurwezens ook bezig. Dus ook met de elfen. En met alle andere soorten natuurwezens die er zijn. Ik geloof daar heel erg in. En ik heb ook wel echt iets met planten. Zoals dat jullie zien, staan hier echt heel veel planten. Dit zijn er nog maar drie. Ik heb er nog veel meer in huis. Maar ik ben echt wel blij ook dat ze zo goed groeien. Ze zien er ook heel erg mooi uit, zoals dat jullie kunnen zien. Dus ja, dit wou ik vandaag nog even delen met jullie. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En tot de volgende keer. En heel erg veel liefs van mij.